Het was al aangekondigd, maar nu zijn de gemeenten in Flevoland dan echt begonnen met het inrichten van extra opvangplekken voor daklozen. De eerste is een sporthal Stedenwijk in Almere, waar 12 plekken zijn ingericht. Net bekomen van het rhinovirus heeft Manege Lelystad nu weer veel last van het coronavirus. Aan dat rhinovirus zijn eind vorig jaar 5 paarden bezweken en ook de financiële schade was groot. Nu is de manege ook weer deels gesloten. En de scholen zijn nu ruim 2 weken dicht en de meeste docenten hebben inmiddels wel hun draai gevonden in het online lesgeven. We kijken straks mee met de geschiedenisles van docent Jet van der Stijlen van het Helen Parkhurst in Almere. Het is maandag 30 maart en dit is Flevoland. Goedenavond. De Flevolandse gemeenten, het Leger des Heils en het Rode Kruis zijn begonnen met het inrichten van extra opvangplekken voor dak- en thuislozen. In Sporthal Stedenwijk in Almere zijn de eerste 12 plekken al gerealiseerd. Volgens de Almeerse wethouder Fraukje de Jonge zijn deze plekken bedoeld voor mensen die normaal gesproken alleen gebruik maken van de winternachtopvang van het Leger des Heils. In dit geval zijn ze ook welkom als het niet vriest en mogen ze ook overdag blijven. Kijk, deze plekken zijn voor de hele regio voor de goede orde. Dus niet alleen voor Almere, maar voor de hele regio. En we willen gewoon niet dat mensen in deze tijd op straat moeten slapen. Dat willen we al niet als het te koud is. Nou, dat is nu het geval. Maar dat willen we eigenlijk ook niet als het warm genoeg is. Want het besmettingsgevaar dreigt voor iedereen. En dus ook voor mensen die geen huis hebben. En als het bevel is, blijf thuis. Het verzoek aan iedereen is, blijf thuis. Ja, dan moet je mensen die geen huis hebben wel iets bieden. En dat is wat we hiermee voor iedereen in de regio doen. De Flevolandse gemeente en het Leger des Heils zijn nog aan het overleggen hoe om te gaan met mensen die een reguliere opvang krijgen bij het Leger des Heils. Op dit moment slapen er nog meerdere mensen samen op één kamer. De wethouder vindt dat vanwege besmettingsgevaar door corona nu onwenselijk. Het nare is ook nog dat de opvang op dit moment helemaal vol zit. Want mensen die in de normale omstandigheden kent de maatschappelijke opvang veel mensen die... Die logeren. Die logeren een paar dagen bij die, een paar dagen bij die. Maar die merken nu dat ze bij veel van die logeeradresjes eigenlijk niet meer welkom zijn. Dus daardoor neemt de groep van mensen die een beroep doet op onze maatschappelijke opvang, neemt toe. Plus het effect, als je zegt tegen mensen blijf thuis, ja, dan zoeken mensen die geen huis hebben, die zoeken maatschappelijke opvang op. Terecht overigens, moeten ze ook doen. Dan is het ook nog koud. Dus het is heel erg vol in de maatschappelijke opvang. In een tijd dat je het helemaal niet vol wilt hebben. Dus we zijn met man en macht bezig om nu zo gauw mogelijk uitbreiding, ook niet alleen van deze winterkoude opvang, maar ook van de gewone capaciteit te realiseren. Zodat we kunnen verdunnen. Zodat er minder mensen bij elkaar op één locatie hoeven te zitten. Als oplossing willen de Flevolandse gemeenten zo snel mogelijk 45 containerwoningen realiseren. Waar die komen te staan is nog niet duidelijk. Voor Manege Lelystad zijn het wederom zware tijden. Eind vorig jaar gingen er 5 paarden dood door het rhinovirus en moest de manege alle activiteiten stilleggen. In december was de uitbraak onder controle. Nu is door de coronacrisis de manege weer gedeeltelijk gesloten. Het terrein is niet helemaal afgesloten, omdat de paarden wel beweging nodig hebben. De paarden moeten wel beweging krijgen over de hele dag. En daarin hebben we gelukkig wat hulp van mensen. En dat is wel noodzakelijk, dat die paarden kunnen blijven bewegen. De kantine is dicht en alle lessen zijn afgezegd. De helft van het personeel zit thuis. Er staan 92 paarden in de stallen, waarvan er 35 van de manege zelf zijn. En die worden door een handjevol mensen in beweging gehouden. De rest van de paarden is van pensionklanten en die mogen wel naar hun paard komen. Het liefst over de hele dag verspreid. We zijn met het schema bezig om een beetje in kaart te brengen wie er welk tijdstip natuurlijk het beste kan komen. En daar houden de mensen zich nu gelukkig goed aan. Maar ja, het is met dit lekkere weer natuurlijk lastig om eigenlijk te moeten zeggen dat je moet vertrekken. Want ja, normaal gesproken ben je natuurlijk hier lekker buiten, ben je met je paard bezig. En dat kan nu nog maar heel beperkt. Het terrein is volgens Suzanne van der Laan van de manege groot genoeg om de mensen op gezette tijden hun eigen paard te laten verzorgen en berijden.
per stalgang zijn er misschien 2 of 3 mensen over zo'n hele stalgang waar 33 paarden staan. Dat ze per 2 of per 3 zeg maar daar bezig zijn. Dus dat kun je natuurlijk wel echt over een heel aantal meter verspreiden. De stalgang is 3 meter breed. Dus als je gewoon allebei de kanten van de deuren blijft lopen, ja, kom je elkaar niet echt tegen. Het zijn voor de manege, door alle maatregelen, moeilijke tijden. Ja, weer. We hebben natuurlijk de periode al gehad waar we nu gelukkig wel op verder konden. Maar ja, als nu natuurlijk dit echt op een langere periode gaat duren, dan maken we ons weer zorgen over het bestaan van de manege. Ja, er zijn natuurlijk nu nog mensen die hun abonnement tot nu toe nog betalen. Het is natuurlijk tot 6 april opgeschort. Maar ja, op het moment dat het gaat verlengen, dan is de vraag of mensen natuurlijk zelf hun geld ook noodzakelijk gaan terugtrekken, omdat ze het zelf nodig hebben. En dat maakt het natuurlijk voor ons voortbestaan lastig. Ook zijn er zorgen over eventuele verdere maatregelen. Want als er een algehele lockdown komt, dan moeten alle paarden toch verzorgd worden. Zullen we dan met de familie, want we zijn natuurlijk met z'n 5 hier dan, zullen we dat op het terrein moeten gaan oplossen. En dat zijn 92 paarden elke dag eruit gaan doen. Dus ik hoop wel, als het nu zometeen beter weer is, dat het weiland natuurlijk goed groeit. Want dan kunnen de paarden in ieder geval op die manier beweging krijgen. Maar ja, dan zal het wel beperkter worden wat ze bijvoorbeeld aan de hand of aan een longe of zo uit hun box gaan komen. Ja, dus dat is wel zorgelijk. Veel middelbare scholen geven tijdens deze coronacrisis les op afstand via de computer. Ook bij het Helen Parkhurst in Almere zijn docenten en leerlingen druk met deze andere manier van lesgeven en les krijgen. Goedemiddag allemaal. Dit is de geschiedenisles voor 2 VWO. Ik geef nu les aan een 2 VWO. En er zitten volgens mij 5 klassen nu in. Keer 30 leerlingen, dat zijn er echt wel een hoop. Dus het is best een gekke situatie. Ik zit tegen mijn scherm te praten en ik weet ook niet dus wie er luisteren. Jet van der Stijlen geeft les op scholengemeenschap Helen Parkhurst in Almere. Ze ziet de klas dus niet, maar kan wel zien hoeveel pubers er ingelogd zijn. Als het goed is, let iedereen natuurlijk netjes op. Camera's en geluid bij de scholieren staan uit zodat verbindingen goed blijven en het niet te rommelig wordt. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. Dit zijn de pubers in mijn eigen gezin. Mats, Lotte, Jens. Alle 3 niet op school bij Helen Parkhurst, maar alle 3 wel druk met dezelfde manier van onderwijs op afstand. Ik let meestal wel echt op. Ja, want de docent kan jou niet zien natuurlijk. Nee, ik kan mij niet zien. En hoe is dat, dat je dus zo zelfverantwoordelijk bent opeens? Ja, irritant. Ja? Ja, ik vind het niet heel fijn. Ik vind in de klasles krijg gewoon fijner. Het is beter dan niks. Maar het is wel, ja, misschien werkt het voor de andere klassen beter. Maar ik zit natuurlijk in mijn examenklas, dus ik heb alle stof wel gehad ook. Ik vind het wennen stom. Want nu moet je digitaal lessen volgen en dat werkt niet heel handig. Nee, wat vind je er moeilijk aan? Waar je moet op klikken en alles. Het is gewoon vaag. Het kan zo zijn dat jullie er geen zin in hebben en ervoor kiezen om de les te verstoren. Als dat gebeurt, dan word je verwijderd uit deze les, dus uit deze sessie. Het is natuurlijk verder van ideaal, maar het is ook heel, heel bijzonder en dit gaat de geschiedenisboeken in, dat weten we al. Ja, dat vind jij dan weer mooi natuurlijk. Zeker, ja, en daar zijn we ons ook wel echt bewust van. Ja. En ik hoop dat die kinderen het zich ook beseffen dat ze ook onderdeel zijn van iets heel bijzonders. En dat niet allemaal gedoe is en vervelend. En ja, dat is gewoon heel bijzonder. Danslessen, theater en beeldende kunst. Dat kan nu allemaal niet gegeven worden bij Cultureel Centrum De Kubus in Lelystad. Om toch te zorgen dat de lessen doorlopen, is het centrum in korte tijd overgestapt naar digitaal lesgeven. En dat levert leuke beelden op. Mijn naam is Levi Versteeg. Ik ben 9 jaar oud en ik heb voor de schilderij een wit schilderdoek gebruikt. Het is gemaakt met acrylverf en het is 24 bij 30 centimeter. Zo gaan de schilderlessen bij De Kubus nu. Matthijs Broers legt bij de collega's van de radio uit hoe dat nu gaat. Ik ben ongelooflijk trots op het team wat we hebben in de Kubus. Want wat er gebeurd is, is dat vanaf het moment dat die sluiting bekend werd, is er echt binnen een week compleet omgeschakeld van, ja, bij wijze van spreken, analoog tot naar digitaal toe.
Sommige lessen vergen extra creativiteit. Zo is de cursus Edelsmid wel heel lastig op afstand. Het hoeft niet altijd met branders en andere apparatuur. Mm. Een van de basisdingen voor edelsmeden is dat je ontwerpen maakt. Oh ja, dus die ontwerpen kun je wel makkelijk thuis maken, ja, natuurlijk. Die ontwerpen kun je zonder probleem kun je gaan maken. Ja. Kijk, er is altijd wel materiaal. Iedereen heeft wel natuurlijk van de edelsmidcursus een hamertje en een zaag. Andere cursussen kunnen wel prima op afstand. Denk bijvoorbeeld aan de cursus drummen. Hou je stokje ontspannen vast en dan gaan we. 1, 2, 3 en 4. En de cursus dansen. En last but not least, de cursus musical. Ik wil die prinses trouwen, zodat ik sultan word van het hele rijk. Wanneer de lessen in de kubus zelf weer worden gegeven, is nog niet bekend. Hockeyer Manuel Verga is sinds vorige week weer terug in Almere. De speler van Atletico San Sebastian komt net op tijd terugkomen uit Spanje, voordat het vliegverbod tussen beide landen van kracht werd. Almeerder Manuel Verga woont en hockeyt sinds 2 jaar in het Spaanse San Sebastian. Maar Verga koos er vorige weekend voor om op het allerlaatste moment deze onzekere tijden in Nederland af te wachten. Gezien de omstandigheden werd gezegd dat de grens ging sluiten. En was voor mij slimmer om in Nederland te zijn dan in Spanje op dat moment. En dus koos Verga ervoor om vlak voor het vliegverbod tussen Spanje en Nederland nog snel een ticket te boeken. Ja, echt van de een op de andere dag. Dus snel alles ingepakt en weer terug. Dus ik ben ook veel vergeten, helaas. Ja, wat ben je allemaal vergeten? Ik ben mijn hockeysticks vergeten. Die is het belangrijkste, maar dat komt wel goed. Die laat ik wel overvliegen dan als het zover is. Ja, ook een mooie reden om misschien ooit nog weer terug te gaan. Ja, precies. Dat houdt me ook een beetje daar. Dus dat is goed. Maar nu dus de komende periode in Nederland, waar het verschil met Spanje heel groot is. Ja, er heerst gewoon iets meer paniek dan het er hier heerst. Dus je mag daar alleen naar de supermarkt. En op het moment dat je naar de supermarkt gaat, kan je misschien aangehouden worden door de politie. Dat is ons een paar keer gebeurd. En die zijn dan ook echt streng dat je gelijk weer naar binnen moet. En van de supermarkt naar huis en van huis naar de supermarkt. Als het echt nodig is. Dus het is iets meer paniekerig dan hier. Maar dat snap ik ook wel. Verga moest dus hals over kop Spaans Baskenland verlaten. En kon niet eens afscheid nemen van zijn vrienden en teamgenoten. Ik had liever gewoon afscheid willen nemen zoals ik bijvoorbeeld vorig jaar gedaan had. Toen ik niet zeker wist of ik terugging. Dat je echt met z'n allen gewoon iedereen nog even zien. Dus dat is wel jammer. Maar ik ben er wel van overtuigd dat ik nog even terug kan, zodra het overgewaaid is. Dus dan lekker afscheid nemen. De Spaanse competitie ligt net als de gehele sportwereld stil. Het zou dus zomaar kunnen dat Verga zijn laatste wedstrijd voor Atletico San Sebastian al gespeeld heeft. Voor zover ik weet gaat de competitie nog niet door. Dus zodra ik weet of de competitie weer hervat wordt in Spanje, dan weet ik of ik mijn laatste wedstrijd gespeeld heb. Maar ik ben wel van plan om aankomend seizoen weer in Nederland te hockeyen. Ja. En gewoon bij de Almeerse? Ik denk het wel, maar we moeten nog even kijken. En dit was Flevoland voor vandaag. Wil je iets terugkijken? Dat kan natuurlijk. Download onze app voor op je telefoon of bekijk de gemispagina op omroepflevoland.nl. Diana Boye is straks op tv met het weer voor de komende dagen. En morgen is Dit is Flevoland vanaf 6 uur 's ochtends alweer met Joliene en Leo. Geniet van je avond. Graag tot morgen.